De topper in de eredivisie vrouwen tussen Ajax en fc Twente is dinsdag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. FC20 kwam vlak voor tijd in het restant van de eerder gestaakte wedstrijd op gelijke hoogte via Mierte Morris. Het duel werd afgelopen vrijdag na 45 minuten spelen gestaakt door de hevige sneeuwval op Sportpark de Toekomst in Amsterdam. Ajax stond op dat moment op een 1-0 voorsprong dankzij een doelpunt in de 42e minuut van Déjiré van Lunteren. De scheidsrechter van dienst vond het niet verantwoord om de tweede helft doorgang te laten vinden. In het dinsdagavond hervatte duel wist alleen Twente nog tot scoren te komen in de 89ste minuut. Door het gelijkspel blijft Ajax na 10 duels ongeslagen koploper in de Eredivisie Vrouwen. Twente is de nummer 2 met 3 punten achterstand op de landskampioen.